Jury en ik zitten hier in de Allianz Arena voor wat een mooie wedstrijd belooft te worden. Denk je ook niet, Jury? Nou, ik hoop het wel. Het zou wel eens leuk kunnen worden. De Duitse kraker Bayern München Borussia Dortmund staat op het programma. Twee ploegen die de laatste tijd uitstekend voetbal laten zien. Ja, Bayern München is licht favoriet, maar je wint natuurlijk niet zomaar van Dortmund. Borussia Dortmund is 8 keer kampioen van Duitsland geweest, Jury. En het was de eerste Duitse club die een Europese titel won. Europa Cup 2 in 1966. Ja, dat wist ik toevallig even. Met spelers als Willy Schultz en Emery. Wat dacht je van Assauer? Een geweldige verdediger. Tegenwoordig spelen ze ook leuk voetbal. En ja, leuk om te zien. En de wedstrijd wordt geleid door Heimo Wasserschneider. Scheidsrechter fluit voor de aftrap. Twee aanvallende ploegen op het veld vandaag. Het schot en de keeper pakt die bal. Hij staat de bal niet graag meer af. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Immobile, daar is hij dan. Prima kopbal daar. Ja hoor, de keeper was kansloos. Goed gekopt hier, Evert. En dat is een goal met het hoofd deze keer. Het eerste doelpunt vandaag. Götze. Dat was op het tip. Schmelzer. Immobile. Royce. Nu doen. Mkhitaryan. Hij maakt het af. Goed afgemaakt met zijn hoofd. Ja, de voorzet was ook goed. Hij heeft zich daar precies goed opgesteld en hij hoeft zijn hoofd maar tegen de bal te plaatsen. Ribéry. Alaba. Lekker combinatiespel. Schmelzer. De bal gaat uit. Inworp. Gundogan. Socrates. Royce. Mkhitaryan. Kop die bal weg uit de gevarenzone. Robben heeft hem. Totaal mislukte paas. Bal gaat over de zijlijn. Daar zal hij toch van balen hoor. Socrates. Schmelzer.
De regionale verschillen in Duitsland zijn ook groot. Bayern is de chique club uit München. Dat wekt bij sommigen ook jaloezie op. FC Hollywood worden ze ook wel genoemd. Dat was in de tijd dat de spelers het beter deden in de rollenbladen dan op het veld. Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. Die ging hard. Hij dacht hier opnieuw te gaan scoren, maar hij zal toch nog even moeten wachten, want deze gaat ernaast. Nee, dit feestje gaat niet door, Evert. Lahm. Philip Lahm ontvangt de bal terug. Lewandowski. Hummels. Schmelzer. De bal gaat over de lijn. Royce. Immobile. Daar komt weer zo'n voorzet. Zet zijn hoofd erachter en werkt de bal weg. Mooie actie van die verdediger. Ja, en nu? Schiet! Zo hoort het. Tweede doelpunt van de wedstrijd. Het gaat hem goed af. We kunnen de winnaar van deze wedstrijd nu al aanwijzen, uiteraard. Mkhitaryan. Vrije trap mee voor Bayern München. De wedstrijd is amper begonnen en het eerste gele is al gegeven. Wel erg snel, inderdaad. Bender. Socrates. Aubameyang. Slechte voorzet, zeg. Makkelijk onderschept door de achterhoede. Ja, en nu? Wat een waanzinnig schot. De achterstand wordt iets kleiner. Bayern München met een treffer. Dat is pijnlijk voor de keeper. Hij stopte de eerste inzet, maar de bal belandde voor de voet van de aanval. En die wist het al raar te. Hij verliest de bal. Die aanvaller had boze plannen, maar daar steek je een stokje voor. Goed gedaan. Royce. Nou, dat was een uitstekende actie van de doelman. Hij maakt zijn doel kleiner door uit te komen en pakt de bal. Ja, goed gekiept. Robben heeft hem. Inworp voor Bayern München. Daar is niks tegen in te brengen. Lahm. Laat zich niet onderuit halen. Doelpoging. Blijft gevaarlijk. Ze vechten om de bal. Götze. Ja, en nu? Dan schiet hij. De keeper zit er weer bij. Er komt een hoekschop voor Bayern München. Lewandowski. En een hoekschop. Krijgt zijn vuist er nog tussen. Alaba. Ribéry. Aubameyang. Boateng. Goed schot van afstand, zegt dat schilder, maar een haartje. Piszczek. Bender. Schweinsteiger.
krijgt die bal niet meer onder controle. En Bayern München mag dus ingooien. Daan. Uitstekend over de breedte geplaatst. De bal gaat via die speler over de lijn. Robben. Goeie verdedigende actie. Hij dwingt zijn tegenstander over de zijlijn. De bal gaat heen en weer. Gundogan. Daar doet hij goed. Het idee was goed. Hij zag dat de keeper een ietsje voor zijn doel stond. Maar ja, dan moet je die bal er nog wel overheen kunnen krijgen. Toch is het jammer, hè, even van zo'n lob. Dat zijn altijd mooie goals. Gaat hij het redden? Oh, de bal wordt geblokt. Schmelzer. Royce. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur. Wat is hem alweer kwijt? Mkhitaryan. Wordt dit een doelpunt? Ja, alle ruimte nu. En het schot. Goeie ingreep van de doelman. Hij kwam zijn doel uit. Socrates. Royce. Gundogan. Die bal wordt nog net onderschept. En dan nu de vrije trap voor Bayern München. Boateng. Ribéry. Ja, en nu? Oh, knalhard schot. Score! De doelman stond daar niet helemaal goed en dat leidde uiteindelijk tot de treffer. Ja, dat klopt. Hij werd op het verkeerde been gezet en dat leverde eigenlijk een betrekkelijk eenvoudig doelpunt. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. Bender. Aubameyang. Schweinsteiger. Bender. Laat zich niet uit balans brengen door die sliding. De bal gaat naar de keeper. Robben heeft hem. Wat een snelheid. Ja, dit gaat goed. De bal raakt de keeper en gaat alsnog over de lijn. Ja, en die gaat er ook in. Dat is heerlijk hoor. Twee doelpunten zo snel achter elkaar. Ja, dat is wel lekker als je twee keer scoort achter elkaar. Wat zijn ze toch fantastisch teruggekomen. Het leek een onmogelijke opdracht, maar ze staan nu weer gelijk. Mkhitaryan. Immobile. Hij is er door. Gaat hij scoren? Immobile! Wie gaat de hoekschop nemen? Oh, maar Jan. Fantastische kopbal, maar de keeper zat er goed bij. Hoekschop uiteraard. Bende. Kon de bal niet naar beneden koppen. Hij verbaast me niks. Hij strekt zich ook helemaal uit, maar kon hem toch alleen maar schampen. Ribéry. Dat was een opmerkelijk incident, zullen we maar zeggen. Kan tot een kaart leiden. Laten we nog eens kijken naar die actie die aan het doelpunt vooraf ging. Alaba. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Stopt de bal, maar het gevaar blijft.
Bayern München krijgt een hoekschop. Lewandowski. Het schot wordt geblokkeerd. Gaat dit hem worden? Dit is een kans. Loeihard. Een gevaarlijke situatie. Ze mogen een hoekschop nemen. Dat is een eitje voor de doelman. Knap verovert de bal daar op het middenveld. Gutsen. Wat gaat hij doen? Goede beslissing van de keeper om zo ver zijn doel uit te komen. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Laam. De belangrijkste taak van Philip Laam is natuurlijk verdedigen. Maar hij komt ook graag mee op. Ja, en nu? De scheidsrechter past de voordeelregel toe. De scheidsrechter gaf voordeel, maar bedenkt zich nu. Mkhitaryan. Lewandowski. Ja, dat is goed. Hij heeft de bal. Vrije trap mee voor Bayern München. Nou, die overtreding wordt zwaar bestraft. Hij krijgt geel voor een toch niet al te zware overtreding, lijkt mij. Waarschijnlijk hebben de scheidsrechters weer richtlijnen gekregen vanuit de bond, Evert. Mkhitaryan. Immobile. Ja, en nu? Die ging hard. Stop de eerste. De bal gaat over de lijn. Met die tackle herovert hij de bal. Gutsen. Royce. Xabi Alonso. Uitstekend over de breedte geplaatst. De paas naar de buitenkant wordt onderschept. Mkhitaryan. Socrates. Immobile. Royce. Oh! Oh, die leek recht op de doel af te gaan. Ribéry. Gundogan. Gutsen. Gaat hij het nu doen? Wil scoren. Nou, dat kan. Vrije trap mee voor Bayern München. De scheidsrechter trekt een gele kaart. Ik vraag me af of die muur nog op de juiste afstand staat. Maar de scheidsrechter vindt het blijkbaar oké. Nee, die bal gaat er natuurlijk nooit in. Zo'n afstandsschot moet veel en veel beter. En die gaat meters naast. Mkhitaryan, ze vechten om de bal. Hij heeft veel oog voor zijn ploeggenoten en zijn passen zijn uitstekend. Ik ben benieuwd of hij hier een kaart voor trekt.
De scheidsrechter grijpt naar zijn borstzak. Kinderspel voor de doelman. Geen enkel probleem. En ze winnen de bal terug op het middenveld. Een schot. Dit is pech hebben. Hij mist. Götze. Aubameyang. Nu komt het. Goed verdedigd in het strafschopgebied. Lewandowski. Reus. Hij weet overeind te blijven en gaat door. Sublieme actie van Robben. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Prima actie van de doelman. Knap ontweken hoor, die sliding. Royce. Xabi Alonso. Goeie tackle, hij heeft de bal te pakken. Götze. En de keeper heeft hem zonder problemen. De doelman leek geen moment te twijfelen en stormt zijn doel uit. En met succes. Ja, goed uitgekomen door de keeper. Hij wist gewoon dat hij bal zou hebben. Royce. Verdediger is kansloos. Hij is hem kwijt. De bal rolt vrolijk verder. Boateng. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Laam. Schweinsteiger. Götze. Ja, en nu? Gaat hij het redden? Ja, een doelpunt voor Bayern München. Dit is zijn tweede deze wedstrijd. Hij weet nu wat hem te doen staat. Twee teams die elkaar met open vizier bestrijden. Dat levert toch het mooiste voetbal op, hoor. Die tackle is correct. Prima gedaan. Xabi Alonso. Mooie actie van die verdediger. En zo is het rust bij een stand van 4-3. Er is geen mooier moment om op voorsprong te komen dan zo kort voor het rustsignaal. De supporters zijn blij en het is lekker thee drinken. De thuisploeg moet wel natuurlijk alert blijven, want het zal me niet verbazen als de tegenstanders straks uit een ander vaatje gaan tappen en proberen gelijk te maken. We gaan weer van start en hopelijk heeft de thee gesmaakt en beginnen ze net zo lekker als in de eerste helft. Ja, ik hoop dat ze ook weer gewoon lekker fris beginnen en gewoon lekker op de aanval gaan allebei. Hij speelt de bal terug. Daar is het publiek het niet mee eens. Laat zich niet zomaar van de bal zetten. Wie komt er met de bal uit? Robben. Lewandowski. Ja, en nu? Dat was gruwelijk mooi. Bayern München scoort. Driemaal is scheepsrecht, zo heeft hij misschien wel gedacht. En het levert hem een geweldige hat-trick op. Twee aanvallende teams maken er een spektakel van. Schmelzer. Het spel wordt goed breed gehouden. Immobile. Götze.
Scheidsrechter. Ja, en nu? Een juweeltje dit schot. Götze. Bayern München krijgt hem erin. We gaan nog een keer naar dat doelpunt kijken. Dat is pijnlijk voor de keeper. Hij stopte de eerste inzet, maar de bal belandde voor de voet van de aanval. En die missen wel raad mee. Beide teams spelen vol op de aanval. Hij zit erin. Dit is de man van de korte paasjes. Maar heeft dus ook een vernietigend schot in huis. Ja, die ruimte moet je hem niet geven. Hij heeft een geweldig schot. Wat een schitterend schot van afstand. Hij ramt de bal het doel in. Zo, die geblesseerde speler komt het veld in en ze zijn dus weer compleet. Blijkbaar viel het allemaal wel mee, Evert. Gelukkig maar. Mooi is dat als twee ploegen echt willen voetballen. Ribéry schudt zijn man af. Recht op het doel af. Dit wordt menens. Doelpunt! Bayern München. Het eerste doelpunt heeft hem blijkbaar genoeg zelfvertrouwen gegeven om er nog één te maken. En die geblesseerde speler kan de wedstrijd niet uitspelen. Hier komt zijn vervanger. Komt geen eind aan. Ze scoren de ene na de andere goal. Bender. Wat een actie. Wordt dit wat? De achterstand wordt iets kleiner. Hij scoort 3 keer. Dat zie je niet vaak, zo'n hat-trick. Uitstekend gedaan. 2 teams die elkaar met open vizier bestrijden. Dat levert toch het mooiste voetbal op, hoor. Die bal wordt gestopt. Ja, en nu? Fraai. Goed gedaan. Mooi schot. De keeper pakt die bal. Het balbezit wordt overgenomen. Goeie ingreep dus. Götze. Dit krijg je nou eens. Wat een snelheid. De doelman wacht op het schot. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. De doelman leek geen moment te twijfelen en stormt zijn doel uit. En met succes. Ja, goed uitgekomen door de keeper. Hij wist gewoon dat die bal zou hebben. Socrates. Mkhitaryan. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeer je niet zomaar. Socrates. Immobile. De bedoeling was een paas. Maar naar wie? De bal gaat over de zijlijn. Royce. Houdt die bal bezit? Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Ribéry. Wordt dit een doelpunt? Biszczek. Voordat het echt gevaarlijk wordt, komt er een verdediger tussen.
blijft op de been. Het gevaar is nog niet geweken. En een paas naar de vleugel. De voorzet wordt in de kiem gesmoord. Gevaar is voorbij. Ribéry. Hij rent het halve veld over. Ja, en nu? Dat ziet er goed uit. Bayern München krijgt hem erin. Dit is zijn tweede in deze wedstrijd. Hij weet nu wat hem te doen staat. Twee aanvallende teams maken er een spektakel van. Pakt hem met een sliding. Xabi Alonso. Bal komt terug. Hij krijgt die bal niet meer onder controle. En Bayern München mag dus ingooien. Strafschop, geen twijfel mogelijk. Die zit erin. Niet geloven. En die strafschop belandt in het net. De penalty gaat erin. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. Bender. Mkhitaryan. Lewandowski. Bal weer terug bij Ribéry. De bal gaat over de lijn. Ribéry. En hij gaat er net niet in. Dat was bijna nummer 3 voor deze speler. Volgende keer beter. Piszczek. Aanval afgewend met een scherpe tackle. Die man heeft al geel en speelt nu toch wel met vuur. Weer een overtreding van hem. Ik ben benieuwd wat de scheids gaat doen. De scheidsrechter trekt een gele kaart en daar had hij er al eentje van. Toch wel domme overtreding, even. Nou, Juri, hier zien we dan het aantal overtredingen. Dat is wel duidelijk. Die ging hard. Weet die bal buiten het doel te houden. De hoekschop gaat zo worden genomen. Lewandowski. De keeper zit er nog wel aan, maar hij zit. Prima kopbal daar. Ja hoor, de keeper was kansloos. Goed gekopt hier, Evert. Je scoort niet zomaar uit een hoekschop. Dan moet je op trainen. Die voorsprong begint wel erg groot te worden. Lewandowski. Ze vechten om de bal. Hij speelt zijn mannetje uit en is er dus langs. Recht op het doel af. Hij is doorgebroken. Probeert het. Misschien dat een snelle goal iets bij ze teweeg zou kunnen brengen voor het vervolg van de wedstrijd. Goed weggedraaid, maar hij richtte niet echt goed op doel. Mkhitaryan. Wat een snelheid. Ja, dit gaat goed. Bayern München scoort. En ook die bal gaat erin. Dat is al zijn derde goal van vandaag. Petje af. Het is toch heerlijk om 3 keer te scoren even. Er komt geen eind aan. Ze scoren de ene na de andere goal. Oh, knalhard schot. Immobile.
Ja, en nu? Oei, dat is niet zo slim met al geel op zak. Als de scheidsrechter weer een kaart trekt, ja, dan wordt het rood. Ja, dat is natuurlijk niet slim met al geel op zak. Nee, dat wordt onder de douche staan. Muursprong, schot wordt geblokkeerd. Ja, ja, die vrije schot gaat erin. Een doelpunt voor Borussia Dortmund. Wat een geweldig doelpunt. Rechtstreeks uit de vrije trap gescoord. Keeper was totaal kansloos. Geweldig genomen vrije trap. Prachtig doelpunt. Mooi is dat als twee ploegen echt willen voetballen. Nou, ze hebben iets terug kunnen doen, maar ze zullen er weinig aan hebben. Nee, winnen zit er niet in vandaag. Het doelpunt is een schraap. Vrije trap mee voor Bayern München. Dat is een gele kaart. Een doelpunt zou ze op dit moment goed uitkomen. Ribéry. Hij is hem kwijt, de bal rolt vrolijk verder. Daar was hij iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel. Mkhitaryan. Oh, wat is hij toch balvast. Geen probleem. Buitenspel zo te zien, ja. Bam. Met die tackle herovert hij de bal. Een schot. Eén goal is niet genoeg. Maar zou wel het begin van herstel kunnen zijn. Gutsen. Nou, laat. We krijgen een vrije trap op een gevaarlijke plek. Daar krijgt hij geel voor. Jammer, recht in de muur. Daar komt de corner aan. Immobile. Wordt dit een doelpunt? Het idee was goed. Hij glijdt erin, maar zijn noppen veroorzaken geen gevaar. Ja, en nu? Schiet! Hier hebben ze er veel meer van nodig natuurlijk. Twee aanvallende teams maken er een spektakel van. Ribéry. Müller. Royce. Ja, en nu? Bal gestopt, maar komt terug. Strafschop, geen twijfel mogelijk.
doelman houdt de penalty tegen. Goed gedaan, maar matig ingeschoten. De hoekschop gaat zo worden genomen. Immobile. Gered, maar het blijft gevaarlijk. Ribéry. Bal, retour, afzender. Wat een snelheid. Bal op de paal en terug het veld in. Dat was een makkie voor de keeper. De bal had nog maar nauwelijks vaart. Die aanval komt niet verder dan het middenveld. Uitstekend gedaan hoor, keeper. En zo raken ze de bal weer kwijt op het middenveld. Bernat. Biszczek. Dat ziet er goed uit. Stop de eerste. Er zijn nog 8 minuten reguliere speeltijd over. Die tackle is correct. Prima gedaan. Ribéry schudt zijn man af. Hij gaat ervoor. Bayern München krijgt hem erin. Nummer 3. En dat maakt een hattrick. Over rendement hebben we niet te klagen bij deze speler. 3 goals in 1 wedstrijd. Geweldig. Geweldig afgemaakt. Hij verspeelt geen tijd. De verdediging krijgt geen kans om in te grijpen. Mooi is dat als 2 ploegen echt willen voetballen. Müller. Zo, daar gaat hij mooi voorbij. Die man is hij kwijt. Die bal gaat ver naast. Zwak geschoten zeg. Er heerst hier een geweldige sfeer in het stadion, Jori. De supporters zijn blijkbaar helemaal klaar voor een geweldige pot. Ja, ze staan als 1 man achter hun team. En hebben zo te zien alle vertrouwen in een goede afloop vandaag. Bernat. Met die tackle herovert hij de bal. Fout van de keeper. En daar is hij dan. Daar zal die keeper niet blij mee zijn. Nee, een enorme blunder. Als ik de trainer was, zou ik hem wisselen. Oei, daar had hij geluk. Bijna ging die bal nog tegen de lat. Voor mensen die vinden dat het in de voetballerij om scoren draait, is dit een geweldige wedstrijd. Het zal ze niet echt helpen, maar ze hebben in elk geval nog gescoord. Ja, ze hebben er niks aan, maar het is toch leuk voor de supporters. Ribéry. Gaat hij het nu doen? Hij is doorgebroken. Hij heeft een sterk schot in de benen. Als u het mij vraagt, was dat een goal geweest. Maar volgens de scheidsrechter was het buitenspel. Bernat. Dat waren benauwde momenten. Aubameyang. En hij springt zo over die sliding heen. Dit wordt menens. Müller. Hij verliest de bal. Er is gefloten, vlag omhoog, buitenspel. Immobile. Aubameyang. Ja, en nu? Goed opgebouwd. De paal trilt nog na en de bal komt terug het veld in. Oh!
Misschien dat een snelle goal iets bij ze teweeg zou kunnen brengen voor het vervolg van de wedstrijd. Het is Robben. Schmelzer. Müller. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Socrates. Wordt dit een doelpunt? Hij probeerde er vandoor te gaan, maar de verdediger grijpt goed in. Sliding wordt sierlijk omzeild door Ribéry. Ja, en nu? Een schot. Ja, een doelpunt voor Bayern München. Alsof het nog niet erg genoeg was. Dit komen ze niet meer te boven. Nee, wat hun betreft kan de scheidsrechter net zo goed affluiten. Ze zijn niet af te stoppen en ze blijven gewoon scoren geweldig. Het verschil is nu wel heel erg groot geworden. En zo lang is er niet meer te spelen. Met de nummer 7, Frank Ribéry. Piszczek. Müller. Socrates. Het zit erop voor vandaag. Nou, echt spannend kon je deze wedstrijd ook niet noemen. Ze zijn geen moment in gevaar geweest. Nee, het leek allemaal wel vanzelf te gaan vandaag. Wat een fantastisch potje voetbal, zeg. Fijne avond en graag tot de volgende keer.